Breaking Mol nieuws in Wie is de Mol land. Yo mensen, er zijn wat nieuwe dingen gevonden in Wie is de Mol land. En in deze video bespreken wij de rare testresultaten en een andere paar opvallende dingen die door moloten zijn gevonden. Allereerst de rare testresultaten. Ik heb een schema gemaakt per kandidaat per aflevering van hun testresultaten. Van aflevering 1 tot en met aflevering 4. En hierin zijn een paar rare dingen te zien. Als we namelijk kijken naar de afvallers uit dit seizoen, dan heb je Suzanne, Glenn, Welmoed en Arno. Suzanne zat in aflevering 1 op Hila. Glenn zat in aflevering 2 op Sahil en Thomas. Welmoed zat in aflevering 3 op Hila, Kim, Sahil en Thomas. En vervolgens Arno, die in de aflevering zegt dat hij op Freesia zit, maar door zijn acties en alles eromheen lijkt hij op Sahil te zitten. We kunnen hier eventueel conclusies uittrekken. Glenn en Welmoed zaten namelijk beide op Sahil en Thomas. En Suzanne en Welmoed zaten samen op Hila. En de afvallers die Glenn, Welmoed en Arno zaten met z'n drieën op Sahil. Kunnen we hierdoor misschien wel Thomas, Sahil en Hila afstrepen als potentiële mollen? Doordat de afvallers op hun zaten en vervolgens naar huis zijn gegaan? Het is niet een hele sterke theorie, maar het is meer hoe je er zelf naar kijkt. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening, iedereen kijkt anders naar Wie is de Mol. Dus het kan zomaar zo zijn dat het niet zo is, of wel zo is. Nou, dan komen we op de rare dingen. Ik heb namelijk een actie van Freesia gevonden, een hele rare productieactie lijkt mij. Als het echt de productie is, kan ook namelijk gewoon iets anders zijn. Het account Mollenjagers op Instagram zegt namelijk het volgende. Als Freesia en Everon even besluiten om samen over vertrouwen te praten, dan wordt er op de achtergrond getoeterd door een auto. Vervolgens pakt Freesia haar tas en daar de telefoon uit die afgaat. Het kan zijn dat de productie twee keer heeft getoeterd, zodat Freesia, in dit geval dus de mol, weet dat de telefoon af is gegaan en vervolgens de telefoon pakt. Maar tegen jou ben ik toch eerlijk? Ja, oké. Ik heb hem nog. Ik ben gewoon helemaal... Ja, ik ben gewoon een beetje... Wat? Ik heb de telefoon van Welmoed de rest weten. Maar tegen jou ben ik toch eerlijk? Ja, oké. Ik heb hem nog. Ik ben gewoon helemaal... Ja, ik ben gewoon een beetje... Wat? Ik heb de telefoon van Welmoed de rest weten. Voor mij blijft Freesia op mijn lijstje staan. Ook heeft Mollenjagers nog een andere theorie. In opdracht 1 aan het einde houdt Freesia namelijk haar bordje met de woorden en zinnen naar beneden, dus op de kop. En wat gaan ze in de opdracht daarna doen? Op de kop hangen en naar beneden. Het kan zijn dat de mol hier voorkennis toont. Dan gaan we het even hebben over de afleveringstitel Stemmen. Dit is voor de Thomas-tunnel. Als Thomas naar beneden gaat, dus op de kop naar beneden gaat, dan zingt hij het liedje We Are The World. Hij zingt het alleen, maar dat liedje wordt gezongen door meerdere stemmen. En wat was de afleveringstitel? Stemmen. Zou ook nog een goede theorie kunnen zijn richting Thomas. Dan tot slot iets heel merkwaardigs. Dat heeft de Thermometer op Instagram gevonden. Hij zegt namelijk het volgende. Het oorspronkelijke opdrachtfilmpje op de Wie is de Mol site week namelijk af van de uitzending. Dus opdracht 3 hebben we het hier over. Een van de verschillen waren de twee schilderijen in de kamers van Thomas en Hila. In de uitzending en het opdrachtfilmpje dat nu op de site staat, is dit verschil vervangen door de kerstboom. Dus die kerstboom dat een verschil was uiteindelijk. Wanneer we kijken naar de beelden tijdens de opdracht is er ook geen verschil te zien tussen de twee duo's. Is de productie vergeten de schilderijen te wisselen en hebben ze daarom het foute verschil uit de montage geknipt? Of wordt hier een molactie van Thomas, Hila of Everon onder het tapijt geveegd? Goed, tot zover weer deze kort en krachtige Wie is de Mol video. Doe hiermee wat je wilt. Op mijn Instagram staan nog meer theorieën en hints naar de kandidaten. En daarnaast staat sinds vandaag daar ook de testresultaten per kandidaat op gepost. Dus mocht je die willen zien, volg dan even mij op Instagram widm-pro. Voor nu, bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En dan zie ik je de volgende keer weer. Laters.